de zwartste dag die ooit een festival in België heeft meegemaakt. Neerslag hoeveelheid van 36 liter per vierkante meter in 20 minuten. Het lijkt aanvankelijk nog best gezellig zo in de regen. Het is hier fantastisch! Ja, die is toch niet te geloven ineens, hè? Jij wat nat en ik niet! Het was een hele dag prachtig weer. Boven Hasselt, boven Pukkelpop. Tot halverwege op het optreden van Skunk en Nancy. De zangeres van Skunk en Nancy wordt haast omvergeblazen. En dan pandemonium. Duizenden mensen vluchten naar de festivaltenten, maar die bezwijken onder het natuurgeweld. Mensen klommen over elkaar heen en begonnen over elkaar heen te rennen. En op een gegeven moment, ik zie die tent schuiven en op een gegeven moment stort die tent achterin recht op een meisje. En ja goed, toen zijn wij HBO gaan halen, maar ja, het was gewoon echt fucked up. Gewoon. Na de storm kwam de hulpverlening snel op gang, maar uiteindelijk ontstond toch een chaotische situatie hier op de wegen rond Hasselt. Toen tienduizenden festivalgangers zo snel mogelijk naar huis wilden. Auto's met familieleden probeerden hen op te halen, maar de wegen raakten vol en mensen bleven tot lang in de nacht wachten op straat voordat ze naar huis konden. Zoals je ziet, vol modder, vuil, maar blij dat ze ongedeerd zijn, zeker en vast. Was u ongerust? Heel ongerust. Had het voorkomen kunnen worden? Er was gezegd dat mogelijk wel een bui zou kunnen neervallen. En daar was het, de organisatie, het festival en de weide echt wel op voorzien. Maar goed, ik denk dat de omvang van de schade enerzijds al wel aantoont dat dit heel uitzonderlijke omstandigheden zijn geweest, in die mate dat we van overmacht mogen spreken. Geen muziek meer op de officiële slotdag van Pukkelpop, maar stilte en verdriet. Ook de ouders van Marijke komen treuren. Het meisje schuilde in haar tent voor het noodweer toen daar een lichtmast bovenop viel. Marlo en Wendy, ook zij overleefden het niet. Fantastisch koppel, altijd een big smile. Ze waren geliefd, hè. Sommigen komen hun spullen nog ophalen. Mijn matjes zijn kapot, maar voor de rest is eigenlijk alles nog heel wel. Mijn pull en t-shirt zijn gepikt. Maar de meesten blijven liever weg van deze voor altijd besmette plek.